Vandaag maandag en oh, dat is op dat beeldscherm. Ik dacht, wat zit er voor iets raars op mijn t-shirt? Wil je ook hooi zeggen? Ik ga even naar de tuin toe. Oké, ga maar. Ja, het is vandaag maandag. Ik kom net terug uit de gym. Ik heb 30 minuten cardio gedaan. Ik heb leg day gedaan. Ik ga nu de auto inladen. En dan ga ik rijden richting België. Dus ik ga jullie meenemen op mijn vakantie. En ik ga jullie laten zien hoe ik prep als ik op vakantie ben. Gisteren heb ik een posing clinic gehad van de Bond, van NPC. Hallo! Dus dat hebben jullie ook nog gezien. Ik ga nu de auto inladen, want we gaan onderweg naar België. Welkom terug. We zijn inmiddels aangekomen bij het huisje. En we hebben net boodschappen gedaan. Daar is mijn peetvader. Kabelo oud. Ik
idee, ga maar. Dit is het huisje. Ik zal jullie even een mini-tour geven. Ja, ga jij, kom. Hi Jay. Hi mom. We hebben hier de kitchen. Dan hebben we, als je hier naar achter loopt, hebben we de backyard. Dus de achtertuin. Daar is nog zo'n zitje, barbecue. Ja, dat. Dan hebben we hier al mijn supplementen gestashed. Ik zal jullie zo even laten zien wat ik heb gehaald. Hier is wc, niet zo heel boeiend. Kijk, hier is onze kamer. Dat is dus de woonkamer. Mag ik mee vluggen? Ja, dit is dus de woonkamer. Kijk, dan hebben we hier de slaapkamer van ons. Ja. Misschien denken jullie... Sorry. Misschien denken jullie dat hier met z'n vieren gaan slapen. Nee... Maar, ja, in ieder geval, hier gaan wij slapen. Ik moet zo nog even mijn koffer uitpakken. En we weten niet waar we gaan slapen, in dit bed of dit bed. Nou, jij gaat in je eigen bed, ik ga in het grote bed. Nee. Dan hebben we hier nog, kan je naar boven. Ja, dat kan je naar boven. Dan heb je de badkamer. Ja, thanks for telling us. Hier heb je badkamer. Badkamer. Hier. Wat is dit voor rare iets? Oké, wacht even. Hier heb je Martin en Marga slapen. Ja, die gaan hier slapen. Gaan dus slapen. Dat is het huisje waar wij verblijven de komende week. En dan zal ik jullie. Jay. Kijk eens, jongen. Het is niet jouw YouTube-channel. Ja, in ieder geval, we hebben net eens boodschappen gedaan. Ik had nog geprepte dingen van thuis mee. Dat ze, ja, je kan het niet eens zien. Het staat helemaal daarachter. Maar ik had gehakt, kipfilet en een beetje zoete aardappel van thuis mee. Dan hebben we skyr en zo. Melk. Nog wat suikervrije drinken. Koffie. Groentes. Gewoon eigenlijk alles, zodat ik... gewoon volgens mijn voedingsschema elke dag kan eten. Rijstwafels. Een soort chocopop-achtige dingen. Kruisli. En ik heb natuurlijk gewoon mijn weegschaal meegenomen. Zodat ik gewoon netjes al mijn maaltijden kan afwegen. En ja, that's it eigenlijk. Ik moet voor vandaag nog één maaltijd eten. Dus ik zie jullie dan zo wel eventjes terug tijdens mijn laatste maaltijd. Nou guys, we zijn aangekomen bij mijn laatste maaltijd voor vandaag. Het is 9:10. En het zijn 3 rijstwafels met 60 gram kipfilet en een beetje sambal erop. Dus ik ga dit eten. Dan ga ik al mijn supplementen innemen die ik nog moet innemen. En dan zie ik jullie morgenochtend weer... als ik naar de gym ga. Hey guys, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ja, dinsdag. En ik ben onderweg naar de Basic Fit hier in België. Dus ik ga eventjes rijden, gezellig door de bergen. En dan zie ik... love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything.
just some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ja, hallo. Ik heb... Dat? Koekjes? Ja. Nee, die zijn van mij toch? Nee. Oh, ik mag niet. Oh. Ik heb... In ieder geval, we hebben net even boodschappen gedaan. Ik had wel alles al. Het enige wat ik heb gehaald was Monster. En we drinken nu even een koffietje. En dan chocomeltje met slagroom. En dan gaan we daarna weer terug naar het huisje. Ik heb deze hier in de winkel gevonden. Die is 35 calorieën, dus dat kan ik me nog wel permitteren. Ik ga eventjes deze drinken. Oké, guys. Ik ben even mijn stapjes aan het zetten in de bergen. Zijn u? 8 minuutjes aan het lopen. Dus nog ongeveer een minuut of 20 te gaan voordat ik op mijn 10.000 stappen zit voor vandaag. Oh, ik zie er echt uit als Casper het spook nu. Maar goedemorgen, guys. Welkom. Welkom terug. Het is nog steeds dezelfde video. Vandaag is het woensdagochtend. Oh, ik ben nog steeds niet helemaal wakker. Het is woensdagochtend. Ik heb net mijn check-in gehad. En ik heb nog geen reactie. Ik kom sowieso bij jullie terug als ik reactie heb. Maar mijn check-in was qua gewicht hetzelfde. Qua centimeters waren er wel wat centimeters af. Ook niet op alle plekken, maar wel op de meeste plekken. Bij mijn buik, bij mijn heupen, bij mijn borst niet, bij mijn arm en bij mijn been niet. Ik ging de foto's vergelijken van vorige week en deze week. Ik zie er wel ietsjes leaner uit. Je zag meer definitie, vooral mijn benen meer lijnen. Dus ja, dat. Mijn buik was ook al wel redelijk droog. Vorige week was dat gebeurd. Maar ja, dat is over mijn check-in. Ik heb net ontbeten. Het is vandaag een lage dag. Het is een rustdag, dus ik ga alleen cardio doen. Ik ga hardlopen. Ik neem alleen mijn camera niet mee, want ja, koptelefoon, telefoon in mijn hand. En als ik dan ook nog een camera moet, is een beetje veel. Dus ik laat jullie na het hardlopen even zien hoeveel ik heb verbrand, hoe ver ik ben gegaan. Ik ga nu eventjes mijn fatburner innemen en dan ga ik. Nou guys, ik heb net hard gelopen. 8,10 kilometer in 53 minuten. Dus dat is meer dan het half uurtje wat ik eigenlijk moest doen. Inmiddels heb ik gedoucht. En het is nu tijd voor mijn tweede maaltijd. Vandaag heb ik een lage dag. Dus 60 gram kipfilet, zero saus, een wrap en 15 gram cashews. En dan zie ik jullie straks weer terug. Hi guys, welkom terug. Het is vandaag donderdag. En gisteren had ik voor het laatst gefilmd. Ja, gisteren had ik een rustdag. Toen heb ik... Oh ja, ik had hard gelopen, dat had ik jullie wel verteld. Daarna zijn we gaan kanoën. Daar heb ik niet meer gefilmd. Want ik wou mijn camera niet mee aan boord nemen van die kano. Dus ja, dat. Vandaag is het donderdag. Ik heb rug- en cardio-programma staan, dus dat ga ik vandaag even doen. Dat wordt mijn derde van de vierde cardio-sessie deze week.
En verder heb ik een reactie op mijn check-in van gisteren, maar dat ga ik jullie later vertellen. Ik ga nu trainen, dus let's go! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great. Guys, op een of andere rare manier zag ik dat ik dus niks meer had gefilmd vanaf het laatste shot. En dat was op donderdag. Inmiddels is het dus vrijdag. En het was tijd om terug te gaan naar Nederland. Dus ik reed over... Waar is dit ook alweer? Limburg? Ja, dit was in Limburg. En in Limburg zit dus echt een super vette gym. En ik wou daar dus altijd al een keertje trainen. Dus ik dacht, als ik een keer in de buurt ben, dan ga ik daar zeker trainen. En today was the day, want ik reed over Limburg terug naar Nederland. Dus ik ging mijn leg day doen bij Platinum Gym. En ik neem jullie mee in mijn training. Sorry voor de slechte kwaliteit, want ik neem dit op met mijn laptop, gewoon met mijn webcam. Want
ik ben nu dus aan het editen. En ik zie dat ik deze video dus nooit normaal heb afgesloten. En dat ik jullie ook nooit meer de update heb verteld over mijn check-in die ik had gekregen. Dus wat we gaan doen. Ik ga voor nu. Hi. Oh my god, Jay. Ik ga voor nu wel de video afsluiten. Want ja, ik ben gewoon echt dood. Maar ik ga jullie dat allemaal uitleggen in de volgende video. Dus vergeet vooral niet om te abonneren. En om het belletje aan te drukken. Want dan krijg je dus een melding wanneer ik de nieuwe video upload. Dan ga ik jullie in een nieuwe video helemaal bijpraten over mijn laatste reactie op mijn check-in. En het is vandaag dus alweer woensdag. Dus ik heb vanochtend ook een check-in gedaan. En als het goed is krijg ik daar straks of morgenochtend nog reactie op. Dus ja, wellicht komen er alweer veranderingen. Dus ik ga jullie in de komende video helemaal even updaten. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Als je tot het einde hebt gekeken, laat dan even een reactie achter. Als je tot het einde hebt gekeken, comment dan 310. Ja? Oké, dat gaan we afspreken. Thanks voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video. Bye!